Waterstand weer op peil, maar gevolgen voor scheepvaart nog groot. Thomas Verbocht ontvangt zilveren erepenning. En een opleiding tot moestuincoach voor het eerst in Nederland. Dit is het RN7 Regio Nieuws van woensdag 5 oktober. De waterstand in de Waal is sinds deze week eindelijk weer op normaal niveau. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de scheepvaart. De afgelopen maanden stond het water in de rivieren op een extreem laag peil, waardoor schepen minder vracht mee konden nemen en bedrijven extra kosten moesten maken. Ook bij containerhub BCTN in Nijmegen hadden ze last van het lage waterpeil. Nu is het tijd om de balans van de schade op te maken, maar ze maken zich ook zorgen over de toekomst. Laag water hebben we ieder jaar, hè. Dat komt ieder jaar terug. Zo extreem als dit jaar hebben we het heel lang niet gehad in ieder geval. Of sterker nog, ik kan me niet herinneren dat het ooit zo extreem is geweest. En de kans dat het terugkomt is vrij groot. Dit jaar, om tot het eind augustus begon te regenen in Duitsland, kwam het water nog een beetje omhoog. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we echt een probleem gehad, hadden we niet meer kunnen varen. Wat betekende dat nu voor die bedrijven, die lage waterstand? Nou, sowieso, bij lage waterstand kun je minder tonnen meenemen in de schepen. En dat betekent dus uiteindelijk per definitie minder lading. Heb je voor dezelfde aantal containers dus per saldo meer schepen nodig. En die schepen zijn ook schaars. Dus dat was voor ons een lastig verhaal. De extreem lage waterstand had ook financiële gevolgen voor de bedrijven. De kosten zijn enorm toegenomen, zelfs verdubbeld. Dat wij er langer over doen om dezelfde hoeveelheid containers te bewegen. En dus een slechtere service uiteindelijk. En hogere kosten. Want ja, als je op een schip minder kan meenemen, ja, heb je meerdere schepen nodig voor hetzelfde. Dat kost meer. Ja, per container bijna een dubbele prijs ongeveer. Dus dat was echt wel extreem dit jaar. Vanwege de hoge kosten en de lage waterstand moesten bedrijven zoeken naar een alternatief. En dat alternatief is niet altijd het meest milieuvriendelijke. En dat betekent heel veel over de weg. En over de weg is per saldo slechter. Meer CO2-uitstoot per container. Dus ja, dat is absoluut een verslechtering. Nu eindelijk het waterpeil weer op niveau is, kunnen bedrijven weer normaal draaien. Eigenlijk sinds deze week inderdaad, en ook met het kanaal bij Weurt, kunnen we weer normaal varen, onze normale routes varen en de normale hoeveelheden afvoeren en aanvoeren die we willen afvoeren en aanvoeren. Dus dit is wat mij betreft een hele goede week. In Nijmegen is voor het eerst in Nederland de opleiding tot moestuincoach gegeven. 19 natuurliefhebbers hebben inmiddels hun diploma op zak. Hiermee kunnen ze kinderen alles leren over het zelf verbouwen van groenten en fruit. Op basisschool De Aldenhoven in Dukenburg zijn de lessen inmiddels weer in volle gang. Twee paar handschoenen, meetlatje en onkruid mag straks in de emmer. Ja. De moestuinlessen die vinden wij belangrijk omdat wij denken dat veel mensen de contact met de natuur aan het verliezen zijn. We zitten hier in een wijk waar ook niet iedereen een achtertuin heeft. En ja, voor kinderen om toch te weten waar hun eten vandaan komt, dan kun je zo'n moestuinles zien van hey, dit zijn de wortelen van een plant, dit zijn de bladeren van een plant of de stam. En dat is hetgene wat we vanavond eten in een gerecht. En hoeveel centimeter moet er ongeveer tussen de zaadjes zitten? 2. Ja. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen zelf te planten of gewoon om te zien hoe het na een hele lange tijd uiteindelijk gewoon zo gegroeid is, vind ik eigenlijk wel leuk om te zien. Ik wil leren wat je kan doen, zodat ik dan misschien een klein moestuintje zelf kan. In mijn achtertuin bijvoorbeeld. Ik zou het leuk vinden om een moestuin te hebben, omdat je zeg maar allemaal groenten kan kweken en dan zelf ook kan eten. Dus wat we nu hebben gedaan, dat is al de grootste stap om straks lekkere plantjes te krijgen. Uiteindelijk hoop ik ook dat ze het gesprek met hun ouders aangaan. Dat ze wat lekkere dingen meenemen die ze nog niet kennen en ook hun ouders daarin meenemen. Ik hoop dat enthousiasme op hen over te kunnen brengen. Schrijver en kolonist Thomas Verbocht heeft op dinsdag 4 oktober de zilveren erepenning van de gemeente Nijmegen mogen ontvangen. De inmiddels 69-jarige Verbocht schrijft al 40 jaar verhalen, boeken, toneelstukken en cabaretstukken. En hij schrijft ook al ruim 30 jaar columns voor de Gelderlander. In deze stukken schreef hij vooral over de stad Nijmegen, wat gezien wordt als promotie van de stad. En nu heeft de gemeente hem daarvoor erkend met deze onderscheiding. De zilveren erepenning wordt niet vaak meer uitgereikt. Recent nog aan Team 31 van de Sunset March en de Bruin Wijnkopers. Het cruiseschip met Oekraïense vluchtelingen in de Waalhaven aan de Veerdam in Druten blijft langer liggen. Sinds afgelopen mei worden er op het schip 135 vluchtelingen opgevangen. Aanvankelijk zou dit voor 6 maanden zijn, nu komen daar nog eens 6 maanden bij. Aanleiding voor de gemeente is dat de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij is.
Daarnaast loopt het aantal gastgezinnen in Maas en Waal ook terug. De sloop van de oude elektriciteitscentrale in Nijmegen gaat donderdag de eindfase in. De laatste stappen staan gepland op donderdag 6 oktober tussen 7 en 10 uur 's avonds. Oorspronkelijk was dit om 10 uur in de ochtend, maar vanwege de verwachte wind is het uitgesteld naar de avond. Nog steeds onder voorbehoud van het weer. Wanneer de ontploffingen opnieuw worden uitgesteld, laten wij dit direct weten via onze website. Stadsboom en Treasure Taarten zijn de winnaars van de Innovatie Awards van de gemeente Nijmegen. Deze prijzen werden dinsdagavond uitgereikt. Ze werden gekozen als ondernemers met de grootste sociale impact, het hebben van een positieve impact op de samenleving met een product, dienst of manier van werken. Ieder jaar worden twee bedrijven gekozen die elk 5000 euro krijgen om in hun onderneming te investeren. Ook is er een publieksprijs van 2500 euro, die dit jaar eveneens naar Stadsboom ging. Het is woensdag, dus werpen we weer een blik op een paar gloednieuwe bioscoopfilms die vanaf morgen in de regio te zien zijn. De eerste is meteen een bijzondere. Het gaat om een documentaire over het leven van Surinamers in nasleep van de decembermoorden. Dit is Beste meneer Boutersen. Beste meneer Boutersen, uw spreken via deze brief zal voor velen gevoelig liggen. Ik wil mensen om mij heen geen pijn doen. Maar een land dat zijn verleden niet onder ogen durft te komen, heeft geen toekomst. Nadat de ex-president is veroordeeld voor moord, blijft het Surinaamse volk sterk verdeeld. Voor- en tegenstanders van Desi Boutersen zijn niet in staat om de geschiedenis van het land achter zich te laten. Filmmaker Ananta vindt het hoogst nodig dat Surinamers het gesprek met elkaar aangaan, om daarna als land samen verder te kunnen. En als Rutte dus beslist, het blijft geheim, tot 2060, dan geeft hij voedsel aan iedereen in Nederland en in Suriname om te denken dat we nog wat te verbergen hebben. Oké, en waarom houdt iedereen alles geheim? Beste meneer Boutersen is in onze regio exclusief te zien in Arthouse Lux. Dan gaan we door naar een dramafilm waarin ook een grote groep mensen zich zal herkennen. Maar in dit geval gaat het om horecapersoneel. De film Boiling Point schetst een beeld van de drukste dag van het jaar in het restaurant van chef-kok Andy in Londen. Bijzonder feitje is dat de hele film van anderhalf uur in één doorlopende take is gefilmd. Who's gonna go back in them another? Beautiful. We've got a good menu. We pull together, we'll be fine. Yes, chef. Let's move our asses. Get in trouble. Hey, you, that's not in the menu. It's on table 13. Andy, we're going down. Andy. Op de drukste avond van het jaar probeert de veeleisende chef-kok Andy Jones in zijn populaire Londense restaurant de balans te vinden tussen zijn professionele en persoonlijke problemen. Een verrassingsbezoekje van de Voedsel- en Warenautoriteit zet het personeel op scherp, terwijl het overboekte restaurant zich al begint te vullen met gasten. Andy probeert streng, doch rechtvaardig zijn personeel door deze chaotische avond met soms lastige klanten te loodsen, terwijl alles waar hij zo hard voor heeft gewerkt op het spel staat. No, I don't know what to do. I just want to stop. We'll get through it. Can somebody help me? It's a fun job. You got to concentrate. What do you mean it's not much of an issue? Talk some respect. Go, yeah. You man. Callie, no. What are you doing? I can't take it anymore. There's a million kids out there who would die for this opportunity. Boiling Point is vanaf morgen te zien in de bioscopen View, Pathé en in Lux. Tot slot, is het weer tijd voor, ja ja, Sinterklaas. De jaarlijkse grote Sinterklaasfilm vol BN'ers is vanaf vandaag alweer te bezoeken. Deze keer heeft het de ondertitel Gespuis in de speelgoedkluis. Na een lange bootreis zijn Sinterklaas en de Pieter weer in het land. Ieder kind zou dolgraag willen weten waar Sinterklaas al het speelgoed bewaart. Sinterklaas, zou u de speelgoedkluis even willen openen? Want er is net een nieuwe vrachtwagen met speelgoed aangekomen. Dat lukt me niet altijd om gelijk maar met je mee te komen. En daarom heb ik besloten om de kluisring bij jou in bewaring te geven. In deze Sinterklaasfilm krijgt Hugo Hogepief de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas te passen. Deze ring geeft toegang tot de kluis waarin alle cadeautjes voor pakjesavond liggen. Maar wanneer hij ongelukkig ten val komt, weet Hugo niet meer wie of waar hij is. Twee gemeenerikken krijgen hier lucht van en ontvoeren Hugo. Een grote ramp dreigt, want zonder sleutelring kan de kluis niet geopend worden. Gelukkig schieten alle Pieten te hulp. Hier is Bart, Piet Pablo. Tijntjesje in de rondte. Pieter, Bart, Piet, Pablo.
Al het speelgoed is weg. Wat goed zit er thuis? We hadden die ring moeten pakken. Ik zit geloof ik een beetje vast. De grote Sinterklaasfilm. Gespuis in de speelgoedkluis. En als er nog iets is, geef dan maar een geel meid. Meid. De grote Sinterklaasfilm Gespuis in de speelgoedkluis is per direct te bezoeken in View, Pathé en in Cinema Roma. Het was vandaag opnieuw een heerlijke nazomerdag. Zo midden in de herfst, misschien wel veel wind, maar er was wel lekker veel zon en de temperatuur liep op naar 21 graden. Goed nieuws, want de komende dagen verandert hier niet heel veel aan. Ja, morgen ziet er ook prima uit. Landelijk wordt het zo'n 17 graden. Vrijwel overal blijft het droog. Ook de wind zal wat afzwakken, waardoor het heerlijk herfstweer wordt. Ja, en ook in onze regio is het niet anders. Zonnig, droog en met een graad of 18 zitten we op de betere plek van het land. Ook de dagen erna mogen we niet klagen. De temperatuur levert slechts 1 graadje in. En alleen op zaterdag is er een kleine kans op een enkel spatje regen. Verder gewoon lekker genieten. Tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten of download de RN7 app. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.